Dus, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan wij een leuk spelletje spelen. We gaan namelijk Fortnite spelen. Als je trouwens nog het spelletje nog niet kent, welkom op mijn kanaal. Nee, er is dus vandaag een nieuwe update uitgekomen. En in deze nieuwe update zijn er een aantal dingen nieuw. Ik zal ze allemaal even opnoemen. Binnen 3, 2, 1. Veel, hè? Ja, vond ik ook wel. Het was wel echt veel nieuwe dingen en zo. Ja. Ja, nee, er zijn geen nieuwe dingen. Ja, er is vrijwel niks nieuws. En er is gewoon geen content gekomen. Ik weet ook niet waarom en wat er gaande is. Maar er is gewoon niks nieuws. Gewoon echt niks. Helemaal niks is niet waar. Alleen, nou, ik ga het niet van me vertellen. En we hebben een pump. Hé, wat wil je nogal meer, maat? Dat is ook een wonder trouwens. Laten we bij het begin beginnen. Het positieve nieuws van vandaag, toch? We beginnen met positieve nieuws. Daarna wordt het een depressieve video. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar, oké. In ieder geval, om te beginnen. Het loading screen is veranderd. Want je gaat nu namelijk vanuit het loading screen direct naar Battle Royale toe. Je kan niet meer kiezen of je nou State of the World kan spelen. Of Battle Royale of Creative. Je kan nu gewoon meteen in Battle Royale. Wat op zich toch wel een pluspunt is, toch? Daar blijven de pluspunten ook beneden. Dat is niet waar. Laten we dan even met het heftigste nieuws beginnen. De Vault in Covered Cavern is flink aangepast. We zijn namelijk van 4 airdrops naar 2 airdrops gegaan. En daarbij ook nog eens 6 van deze slurp barrels en een normale chest. Weet je wel, die chesten waar je toch altijd snipers uit krijgt. Die chesten, ja. Nou, die zitten er nu ook bij. Ik wil alleen even kijken of er nog een lama er is. Zo niet, dan ga ik een ander plekje laten zien. Want dat is ook weer iets positiefs veranderd aan deze update. Hij is alweer gepakt, maat. Ik speel al 7 potjes of zo. En echt alle 7 zijn ze al gepakt. Ik snap echt niet hoe of wat, maar sure. In ieder geval, er is dus iets... Ga weg, jongen. Ga weg. Vies vecht varken. Want je hebt namelijk nieuwe treasure plekken. Tenminste, er is een nieuwe treasure plek. Zoals je ziet, hier is de kwaliteit opeens 10.000 keer beter. Geen idee waarom. Maar je ziet daar namelijk het bot liggen. Het schedel, weet je wel. Waar alles op aan het opgegraven gaat worden. En daar kan je dus nu ook een aantal chesten openen. En die moet je dan opgraven. Jullie weten het misschien wel. Zoals dat met treasure maps werkt. Dat is trouwens een mooi brugje. Want er komen alleen maar treasure maps volgende week in deze game. Want zoals ook de meesten weten, er komt natuurlijk een Uncharted collab aan. En Uncharted is een film slash game. En daar zit een karakter in. En die skins komen dus in Fortnite op de 17e. Hallo? 17 april komen die dus in de game. Alleen, dat betekent ook dat de treasure maps erin gaan komen. Die komt een dag later. Dus die komt op 18 februari. Komt de treasure maps erin. En voor de mensen die niet weten wat treasure maps zijn. Dit zijn treasure maps. Eigenlijk, weet je wel. Net zoals wat je vroeger zei van op de kaart, op de kaart. Dat is dat. En ik ben trouwens bij de verkeerde locatie. Oké, juist. Dit is ongemakkelijk. Het is iets meer die kant op. Het is hier. Oké, wacht. Oh, dit is erg ongemakkelijk. Ah, fijn. Oh, wacht, hè? Enemy? Er kwam legit net een enemy aan. Bruh. Oké, laat me eerst even deze dingen pakken dan, oké? Want je kan hier namelijk nu chesten opgraven. En die krijg je meestal wel goede loot uit. Kijk maar. Ik bedoel, hier krijg je meestal wel goede loot uit. Kijk maar. Oké, kijk. Ik zag dus een clip op YouTube en op Twitter staan waar iemand gewoon legit paarse guns kreeg. En dan krijg ik een sniper? Like, bro. Kom op. Kom op. In ieder geval, er zijn een hele hoop chesten hier. Laten we het daarop houden, oké? Er zijn een aantal geheime chesten. En je kan er... Kijk! Juist hem! Nu praten we. Plus, ik ben ge-UAV'd. Dat is iets minder chill. We lopen gewoon... We doen alsof we weglopen, oké? Nu als we weglopen. En nu lopen we terug. Want hij denkt dan dat ik wegloop. Maar dan loop ik eigenlijk terug. En dan kan ik hem zo surprise aanvallen. Weet je wel? Juist. Oeh, hij loopt daar al. Kijk maar. Dat is al sweat, ouwe. Dit is ASMR Paradise. Maar dan op Fortnite. Komt ie, hè? Oh. Enemy is een natuurlijke habitat. Oh mijn god. En hij schiet ook. Hij schiet ook. Oh mijn god. No way. No way, man. No way. Hij zit daar te campen. Hé. Hey.
Wat een killsteal. Kom hier! Zo gek! Damn, bro! Oké, wacht. Even Big Show poppen. Want er komt denk ik nog iemand aan, maar dat weet ik niet zeker. Want anders had ik niet gepinkt geworden, toch? Oké, juist. Je gaat zijn loot pakken, sowieso. Toch? Of niet? Ja, 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 juist. Nice. Maar wat gebeurt er allemaal? Ik word weer beschoten van de andere kant. Ik heb nog niet eens tijd gehad om te looten. Mon dieu zeg. Ja, mag ik even looten? Alsjeblieft. Oh, zo gek. Wacht even. Hij had gewoon... de lama. Zonder mats. Oké, okay, big F. Waar komt hij dan vandaan dan? Hij zit daar toch ergens. Waar in de wereld zit die guy? Ik snap er echt geen enkele bal van. Maakt ook niet uit. Ik neem even deze Bix. Oh, die had... Nou, laat maar. Hout heb ik ook niet meer. Wat ligt daar nog trouwens? Ik weet het niet eens. Heb ik het nodig? Nee, wel het hout nodig trouwens. Van mij is hij compleet weggegaan of zo. I don't know, bro. I don't know. Ik heb echt geen idee. Maar er komt dus een nieuw item in de game. En dat is namelijk dus de 18e. En dat zijn namelijk de Treasure Maps, oftewel de Drake Map heet die. Dan heb ik het niet over deze Drake, maar dan heb ik het over deze Drake. Het zou wel leuk zijn als er een echte Drake Map in kwam, maar dat is denk ik wat anders. Ik wou trouwens ook even een shout-out doen naar Tuur. Tuur had namelijk mijn supporter-code gebruikt voor een best wel zieke pack, wou ik zeggen. Maar het is niet een pack, het is een combinatie. Dus dankjewel ervoor. Als je ook in de video wil komen, stuur hem even door naar mijn Instagram. Mijn Instagram is @paradoes en wie weet kom je in de volgende... video! Oh, ik vind dat zo leuk, hè? Ik vind het zo leuk om mensen uit de lucht te knallen. Dat ze nou gewoon neervallen. En dat je dan zit van, ja, hey, thanks, bro. En ik heb trouwens ook deze Dream Skin aangedaan. Want er komt hier namelijk een nieuwe versie van uit. En die moet je weer apart gaan kopen. Ja, het is echt, ja, pijnlijk dat ze dit weer doen. Ik vind het een beetje heftig dat ze hier dus een aparte skin van gaan maken. Maar wel een nieuwe soort. Oh, jij bent dood. Nu! Yes, sir! Oh, Benji toch? Oh, Benji! Oh, het was wel een Benji-fish. Snap je? Want hij heette Benji en het was een fish. Ah, ah fijn. Oh, hij had deze gun zelfs. Damn, ouwe. Sick. Thanks. Zie, iedereen heeft gewoon die vault geopend. Ja, heeft dus ook niet zoveel nut meer, hè? Want je ging alsnog dood, joh. Nu. Grapje. Grapje. Hij was low, ik weet het. Oeh. Nee! Ah, wat? Er zit gewoon iemand hier, bro. What the heck? Mag ik even naar buiten? Ja. Oh, er zit hier gewoon meer. What the... Bro, I don't know wat er gebeurt. Ik heb geen launchpad, hè? Nee. Dan blijf ik even zitten. Hoeveel heb ik er nog? 42? Haat er 44. Ik drop hem even. Doe gewoon even niet. Oké, okay, dankjewel. We moeten hier wel weg, doe. Wow, 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 wow. Deze guy is zeker niet slecht. Nee, ik lag! Nee! 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 Nee, mijn internet! Nee! Nee, mijn internet is eruit. Oh. Hij is weg. Wow, yo. Mijn internet viel eruit. Ik had lag. Wow, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat de heck gebeurt er? Snel weg hier. Bro, ik durf nu gewoon niks meer te doen. Anders ben ik dood. Oké. Okay. Bro, ik had opeens lag, maat. Ik stond gewoon vast.
ga weg, maat. Please, healing. Ja, toppie. Wajo, ouwe. Oké, welkom terug. Ik was nog niet klaar met mijn verhaal. Oh, bro, je bent zo... Oh, ik loop weer vast. Ik loop weer vast. Bro, ik loop weer vast. Maat, ik loop weer vast! Bro, ik loop weer vast. Waarom loop ik weer vast? En ik ben weer terug. Oké. Ik heb geen idee, maat. Ik heb zulke harde lag. Dat is echt abnormaal gewoon. Dat is echt bizar. Ik kan gewoon door muren kijken. Bro, deze game is broken. Ook mijn internet, by the way. Maar dat is wat anders, oké? Wat dacht je van? Lekkere launch. Wat? Ah! Go. Heel nice. Even weg hier, Rick. Eventjes... Even weg hier. Even een moment voor mezelf. Oké, mag ik even een momentje voor mezelf? In mijn internet ook? Als je niet op me gaat schieten, tenminste. Ik heb die ene guy daar trouwens echt mokertje hard gespreid, hè. Zeg maar, die guy was wel gewoon goed. En hij replaced mijn wall. Alleen, ja. Ik dacht, laat ik ook een keer sprayen. En dat werkte non nu ook nog eens. Ja, gouden AR is ook gewoon zo goed, hè. Nee, oh, dat zijn van die hele smerige hits. Even één mini poppen. Ik zit safe, hè, ja. Ah, ik kan op zich wel meer bouwen. Dat is op zich niet echt een probleem. Ah, oh, bro. Wat nasty weer. Moet ik weer een mini poppen? Speciaal voor jou. Ik ga gewoon even op deze mensen letten. Dat is ook leuk. Nee, doe gewoon niet zo. Doe niet zo. Doe nou niet zo vervelend! Echt, bro, hier. Oh ja, dan ren je opeens snel weg, hè? Hè? Watje. Wat een watje, zeg. Het heeft helemaal geen nut. Deze guy is zo vervelend, hè? De hele tijd één hitje. De hele tijd gewoon. Wat ben jij vervelend, zeg? Ik weet niet waarom, maar hij heeft allemaal echt nul ping voor mijn gevoel of zo, hoor. Dat is echt bizar. Echt, als het een fight gaat worden tussen hem en mij, gaat het echt pijnlijk worden. Huh? Hoezo kan ik daar niet... Ik denk dat dat door mijn lag kwam of zo. Ik weet namelijk als ik lag heb en mijn internet vliegt eruit, dan kan ik voor een bepaald aantal shots kan ik niet claimen of zo. Dat is echt weird, gast. Oké, nou, geen idee. Als ik dit win, zou ik het erg knap vinden van mezelf. Oh, we will see. Je had nou niet mijn dingetjes, bro. Echt. Laat mij ook gewoon in mijn waarde. Alles wegschieten, wat dacht je daarvan? Juist! Lekker. Waar is die airdrop dan? Oh. Juist. Lekker, maat. Red ik dit binnen 10 seconden? Nee, red ik niet. Ah! Red ik! Yes! Oh mijn god. Wat? Er is nog geen 1v1, by the way, Rick. Nog geen 1v1. Ik weet niet waar die andere guy zit. Oké, okay, sweep mode, Rick. Sweep mode. Reload alles. Deze guy is goed namelijk, man. Bro!
Wat een poepding! Gewoon niet zo vervelend doen jij. Komt ie, hè? Ik ga deze winnen. Oh, het is een 1-for-1. Nee! Ah, GG no. Ah, GG man. Echt, ik voel mijn gevoel dat ik echt zoveel lag. Deze keer had ook echt 0 ping volgens mij ofzo. I don't know. In ieder geval, dank voor het kijken naar deze video. Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4:30 op mijn kanaal. Hopelijk zonder lag.